morgen, alsjeblieft. Yes, thank you. Ken ik even nog? Geen aangetekende? Geen aangetekende vandaag. Prettige dag nog. Oké, okay, jij ook. Wel. Nou, dit is een mevrouw uit 1963. Psychisch lijden, heeft depressies. Heeft geen goede relatie met de huisarts, volgens de patiënt zelf. Een mevrouw uit 1922. Uit Amstelveen. Schrijft dat ze sociale en emotionele eenzaamheid heeft. Ze vindt dat ze recht heeft op een waardige manier van sterven. Ze kan niet met de huisarts erover praten. We krijgen ze via de post binnen. We zitten rond de 7, tussen de 7, 8 en 10. Ongeveer daartussen zitten. We krijgen ook hier per dag. Ja, daarom zei ik, we krijgen rond de 100. Soms wel iets meer dan 100 per maand. Ja, dat is afhankelijk van welke periode, maar dat kan soms gewoon. Er is een groep artsen die om principiële en levensbeschouwelijke redenen zegt, ik kan niet helpen met euthanasie. Dat is een andere reden dan dat iemand in principe wel wil helpen met euthanasie en dat ook doet bij een patiënt met kanker bijvoorbeeld, maar daar moeite mee heeft als het een andere aandoening is. En ik noem maar even de voorbeelden dementie en psychiatrische aandoeningen. Daar kan het een stuk ingewikkelder van worden. En dan kan een arts twijfelen of het wel of niet aan de wet voldoet. En in die situatie tegen de patiënt zeggen dat hij de patiënt niet kan helpen. En daar is de levenseinde niet voor opgericht. Jij komt straks daar dan zitten. Dan kan je daar ook dan kan ik straks de koffie doen. Ja. Dus. Hoe gaat het met uw vrouw? Ja, nou gaat het goed. Ze denkt dat het vandaag gebeurt. Dus gisteren is ze bij de buren afscheid wezen nemen. Ja. Dus. Hoe komt hij verder nog? U weet wat er gaat gebeuren, mevrouw Goudrian. Ja, komt hij nog? U weet wat er gaat gebeuren volgende week. Wat? Weet u dat? Weet u wat er gaat gebeuren? Hoe bedoel je? Nou, waarom de dokter langskomt. Waar komt de dokter over praten straks? Oh, dat weet ik niet. Nee? Volgens mij krijgt de levenseinde kliniek zo'n 1200 euthanasieverzoeken per jaar. En daarvan voeren we er een kleine 400 uit. Ik denk dat ik er zelf zo'n 40, 50 gedaan heb. En op dit moment ben ik met 7 zaken tegelijkertijd bezig. Ik kan daar mijn dag mee vullen. Je wilt toch weg? Ja. Nou? Ja. Daar komt de dokter over praten. Ja, ik moet klaar. Ja? En wat verstaat u daaronder? Klaar? Nou, lekker. Huppakee. Ja? Ja, en dan huppakee. Oh, daar is hij. Ja? Ja, ga jij huppakee. Wil ik huppakee? Ja. Nou, ga jij geen huppakee? Yeah. Hey. Hi. U bent naar de kapper geweest. Wat ziet u er mooi uit? Hm? Wat ziet u er mooi uit? Ik ben naar de kapper geweest. Ja. Goedemorgen. Ja, jij goedemorgen. Jij even daar dat doen. Dit is een zaak van een mevrouw die een semantische dementie heeft. Dat is een vorm van dementie die primair begint in het taalcentrum. Daar begint de atrofie in de hersenschors, waar het taalcentrum zit. Dus taalbegrip valt weg. En wat is het gevolg?
In dit concrete geval is het gevolg gebleken dat heel moeilijk te bepalen is of die mevrouw Wils bekwaam is. Omdat zij nog maar een hele beperkte woordenschat heeft, kan zij niet of moeilijk uitdrukken wat zij wil. Ik had die door de telefoon al in overweging gegeven. Een datum waarop het zou kunnen doen, hè? Aanstaande maandag. In aansluiting aan een mooi weekend, hoop ik voor jullie schaatsen. Dat zou ik ongetwijfeld. Is dat wat? Gaan we van maandag uit? Ja, ja. Het moet niet langer duren. Hier kom ik en dan gaan we het doen. Dan is het huppakee. Nee, want ik wil op dit hier. Dat lukt niet. Hoezo niet? Dat is te ingewikkeld om uit te leggen. Dat kan ik u niet uitleggen. Want dit is de snelste dag dat we het kunnen doen. Want ik moet huppakee. Ja, hier is huppakee. Zal ik hier huppakee zetten? Maar het gaat niet dat ik hier wil nou. Vandaag kan niet. Dan pas. Dat is de dag dat we het dan echt... Dan moet het gebeuren, Arnie. Dan doen we het. Dan doen we het. Wat wij doen is gewoon die mensen helpen die om wat voor reden ook niet bij de huisarts terechtkomen kunnen. Moet je die dan maar laten bungelen? Nee. Misschien dat als... Ook al zitten we wel in de voorhoede, staan we aan een soort euthanasiefront. Als wij daardoor discussie extra losmaken, waardoor er een beter besef is rond de ethiek rondom euthanasie, dat we onszelf straks kunnen opheffen, dat het euthanasie als behandeloptie, dat daar dat taboe van af is. Als het niet doorgaat, moet Hanny straks naar een tehuis toe. En dan? Want als Hanny naar een tehuis toe moet, ga ik niet meer naar Hanny toe. Want ik ga niet naar een leeg mens toe. En als ik een maand niet bij Hanny geweest ben, ken Hanny mij toch niet meer. Dus dan heb ik toch geen zin meer om naar Hanny toe te gaan. En dan denk ik ook nog wel eens een keer een hele hoop mensen die ook met een demente man of een demente vrouw zit. Kies eens een keertje voor de persoon die dement is, maar kies niet voor jezelf. Dat is het eigenlijk. De meesten kiezen voor zichzelf en die kiezen eigenlijk niet voor de persoon die het betreft. En dat geldt denk ik ook voor een neuroloog en een psychiater. Kijk eens een keertje naar de mens en kijk niet naar de ziekte. Want er zit een mens tegenover je en er zit geen ziekte tegenover je. En wat is het beste voor de mens? En ik denk dat op een gegeven moment, zoals voor Hanny, is voor Hanny het beste dat ze al lang, zeg maar, al 4, 5 weken geleden weg had geweest. Dan had ze al 5 weken minder hoeven te lijden. Dat is het. Ik ben al op weg naar de levenseindekliniek. 2 keer per maand ga ik daar naartoe en dan doe ik spreekuren. Die spreekuren doe ik om de psychiatrische patiënt te beoordelen. 1/3 van de aanmeldingen zijn psychiatriepatiënten. Dus dat is erg veel. En heftige psychiatrie in de zin van depressies, schizofrenie, eetstoornis, dwangstoornis. Maar ook pijn. Pijn die niet door dokters verklaard kan worden. Maar wel het leven dermate beïnvloedt dat dat geen enkele kwaliteit meer heeft. Goedemorgen. Goedemorgen. Dag. Goedendag, Danny. Achternaam? Vervloed. En u? Mijn vader is even op het toilet. Prima, ik kom u zo halen. Ja, ik ga even de spullen klaarzetten. Is goed. Welkom. Ik wil u nu graag ontmoeten en uw verhaal horen. Daarna ga ik het dossier heel goed lezen en dan ga ik nog in overleg met uw behandelaar.
En dan ga ik een oordeel vormen of u het traject van de euthanasie in mag, want daarvoor komt u. Ja. Ja? Kunt u eens vertellen wat het leven voor u nou zo zwaar maakt? Hoe bent u ertoe gekomen? Ik ben eigenlijk in wezen mee geboren. Wat bedoelt u daarmee? Met dwangmatig. Dwangmatig? Ja, ja. Dat is bij mij eigenlijk nummer één. Dat is heel erg. En dan ga ik om 9 uur klaar met eten, ga ik beginnen met die dwang en gedachten. Ik heb ook gedachten. Mm-hmm. Heb ik dat gedaan? Drink ik gauw bij koffie op en dan ga ik de kast doen, de linnenkast. Het zijn 3 deuren. Wat gaat u met die linnenkast doen? Elke kastdeur ga ik kijken en tellen. En kijk dat mijn jas allemaal goed hangen. Ook zo verkeerd doe ik niet, mouwtje, nee, ook zo verkeerd de jas allemaal. Dus dan ben ik de dikke kwartier, 20 minuten voor 1 kastdeurtje bezig. Nou, ik heb er 3. Mm-hmm. Nou, heb ik dat gedaan, ga ik alles wat in mijn kamer is poetsen of schoonmaken, maar ja, ook eens zoveel keer vegen natuurlijk. Dus ben ik ook een uur bezig. Dus alleen die ochtend van 9 dan ben ik net voor het eten klaar. Maar dan ben ik ook al moe. Meneer Vervloed kan niet de dingen doen die hij wil doen door zijn dwangstoornis. Hij moet eerst alles uittellen, op de plek leggen. Er mag niets verschoven worden in zijn kamer. Alles moet volgens een bepaald patroon, dag in, dag uit. En daarbij komt nog, en dat is iets van de laatste tijd, dat hij ook om de 9 dagen zichzelf moest verwonden. Ook vanuit de dwang. Ja, tussen 20, 25 centimeter snij ik. In uzelf? Ja, al mijn benen zitten helemaal vol. U snijdt in uw benen? Ja. Met wat? Met een mes? Met een glas. Of een scheermesje. En dan doe ik ongeveer 20, 25 centimeter. En als ik het doe, moet het bij mij diep mogelijk. Diep? Ja, soms gebeurt het wel zo diep dat het ongeveer zo wijd open staat. En dan krijg ik binnenhechtingen en dat. En dat doe ik al 1,5 jaar. Mag ik even naar Danny gaan? Ja, wat vind jij van het verzoek om euthanasie van je vader? Om heel eerlijk te zeggen, het was voor mij niet echt een shock. Ik maak natuurlijk van kleine jongen, maak het allemaal al mee. Ja? En voor mezelf ook, toen hij me vertelde van joh, Dan, ik wil euthanasie, dan begreep ik het wel. Het is natuurlijk mijn eigen vader. Dus ja, het is wel op zich moeilijk om zoiets te zeggen. Maar ik snap het volkomen en ik sta er ook volledig achter. Okay. En ook, ja, het wordt steeds erger. En dan heb ik zoiets van ja, weet je, het klinkt misschien heel hard uit mijn eigen mond, maar dan denk ik voor hem, ja, is het misschien beter om zo snel mogelijk voor hem dan. Ja, ik wil niet over hebben, dat gaat goed. Dan heeft hij zijn rust. Ja, want dat is, hij krijgt rust. Ja. Ja, gewoon echt pure rust. Wanhoop. Zijn enorme wanhoop. En van, help me alsjeblieft, want ik kan hier eigenlijk niet langer meer mee leven. En dat is zijn lijden, dat zie je. Ja. En de manier waarop hij het vertelde, dan zie je ook ja, het wanhopige erin. Het uitzichtloze. Van, ja. Nou, de meeste dokters redeneren dan, ook al is het heel erg, wat kunnen we hier aan doen? Ja. Nee, dat is ook heel mooi, hè, dat dokters zo denken. En dan denk ik, prachtig, zet er een goed programma op en ga met meneer aan de gang. Maar dat is allemaal al geprobeerd. Ook medicijnen waren al geprobeerd. En dus op een gegeven moment sta je een beetje met je rug tegen de muur. En dan ja, kun je hem alleen maar een beschermende woonomgeving bieden. En dat er hulp is op het moment dat hij dat nodig vindt. Maar verder kun je dan hem niets te bieden. En dat noemen we dan ja, uitbehandeld zijn. Ja, nou, hè, nou weet u, euthanasie, dat mag uitgevoerd worden, mits je aan zorgvuldigheidseisen voldoet. Hè. En die zorgvuldigheid is in ieder geval dat u het vrijwillig doet. Nou, ik heb wel de indruk dat u dat uit eigen vrije wil doet. Dat u niet geduwd wordt of gestuurd wordt. En wat ook een heel belangrijk criterium is, dat u moet lijden. Nou, dat lijkt me ook wel. Ik kan het zeggen. Ja.
We moeten ermee. Ja, maar dat is. Kijk, zeg ik eerlijk. Ik zeg wel eerlijk bij. Daar kom ik echt vooruit. Mag geen andere man meer duren. Ja. Ik zeg ik eerlijk, daar hou ik niet uit. En ook verpleegkundigen die zegt zelf. Zeg, Joop, ik ben bang. Als het te lang duurt, dat je zelf doet, inderdaad. Ja. En dat weet hij ook. Hij zegt, u moet geen anderhalve maand meer duren. Ja, nou, u bent niet de enige hier. Nee, dat weet ik wel, En wij nemen u heel serieus. Hè? Wij willen... Maar als je elke dag zo meemaakt... Dat snap ik, ja. Maar dat doet u al heel lang. En hè, wij vragen eigenlijk van... zoals u... Ja, al, stel dat volgende week zeg ik van... Nou, u mag het traject in, u kan het traject in... Dat wil niet zeggen dat dan de volgende dag een team bij u op de stoep staat. Dat snap ik. He? Daarvoor vragen we dan ook nog een onafhankelijk psychiater. Ik ga proberen om de dokter te pakken te krijgen. En als dat lukt, dan bel ik direct terug. Het ene moment is er dus iemand die darmkanker heeft uit zaaiingen en die spoed gezien moet worden en waarvan we binnen een week al een team hebben langsgestuurd en de uitvoering vrij snel is. En je ziet ook mensen met psychisch lijden, veel jonge mensen die pogingen hebben ondernomen en die waarvan het is mislukt of die al in behandeltrajecten zitten en nog niet uitbehandeld zijn. Maar ook heel veel oude mensen die eenzaam zijn en die wat lichamelijke ongemakken hebben, maar misschien nog niet voldoen aan de criteria, maar die het leven zo zat zijn dat ze zich melden bij de levenseindekliniek. Wat vindt u dan van dat gesprek, wat ik zo doormaak? Heftig. Daar heb ik bij, hoor. Ja, heel heftig. Ja. En ik zie u... Kunt u mij wat begrijpen? Ja, ik kan u heel goed begrijpen. Kijk, daarvoor kies. Ja. Kijk, ik ben 60 en ik ben nog 5 jaar begonnen. Ik heb alles meegemaakt. Ja. Alleen ik ben bang. U belt zeg maar bij Hanno op. Ja, die heeft hele andere gedachten. Dat geeft niet. Dan ben ik bang voor dat die... Hoe heet dat? Een ander gevoel afgeeft. Ja. Dat die... af wil ketsen, laat ik zo zeggen. Ja, het gaat om u. Daarvoor wil ik graag weten wat u ervan vindt. Ja. Nou, u heeft mij wel overtuigd dat u heftig lijdt. Ja, hij is er allebei dus. Ja. Ik zie hem liever ook nog 20 jaar op. Ja. Ik heb geen keus meer. Nee. Het is op. We zijn op dit moment op weg naar mevrouw Dijkstra in Dronten. Mevrouw Dijkstra is ruim 100 jaar en zij heeft wat we noemen een probleem van stapeling van ouderdomskwalen. En ik ben heel benieuwd hoe het vandaag gaat, want ze is naar het strand een dagje, haar laatste wens. Binnenbeertjes. Ja, het water zit er aan, ja. Ze heeft toevallig 2 artsen. 1 arts neemt afscheid, hè? Waarschijnlijk gaat hij met pensioen. Ja, die naam die ken ik niet eens. Nee, maar nu is er een jonge arts gekomen, een jonge vrouwelijke arts. Ja. En toen dachten we al van, gelukkig geen jonge arts. Die zal wel goed helpen, maar ze staat echt niet achter. Nee. Achter wat? Achter een uitzondering. Mijn nadeel is dat mijn hoofd goed werkt, weet je. Dat is het nadeel. Daarom kwam u niet in aanmerking? Nee. Ik kom er goed over, weet je wel. Ja. Dus, maar ja, ik kan niet anders spreken als zoals ik ben. Hè? Ik kan niet doen alsof ik doorgedijd ben. Dat kan ik niet. En fysiek mankeerde u dus te weinig ook? Ja, dat zal wel. Dit noemen ze klaar met leven. Ja, ja. Klopt dat? Ja. Is dat bij u zo? Klaar met leven, ja. Ja. Dus... er is niks meer te beleven. Wat is uw diepste wens? Dood. Dood. Gewoon dat het over is. Zitten we, hè? Mooi. Hartstikke.
heeft vast een heel vermoeiende dag gehad. Dat is een straal geweest. U straalt van oor tot oor. Dit was een leuke dag. Mooi. Maar ik weet niet waarom dat achter elkaar zat. U, dat zei ik al tegen hem van ja. U. En dan hebben we een hele leuke dag. En ja. Ik wil dood. Wilt u dood? Nou, vandaag niet. Vandaag niet, nee. Nee, nee. Nou, het klopt helemaal niet, die dingen bij elkaar. Nee, dat kan ik me wel voorstellen. Dat heel moeilijk is. Steeds in zo'n duffe toestand te leven. En dan ineens een dag lekker weg. Ja. Heel gezellig weg. Ja. Ik denk, de dokter zegt meteen, oh, die wil niet dood. Ja. He, want de vorige keer was, anderhalve week geleden. Nou zitten we bij u, want ja. Dit is de afdeling waar u woont. Ja, ja, ja. He, dit is een, wat voor afdeling is dit? Speciale? Aanloop. Ja, maar is dat... Gesloten. Een gesloten afdeling. Gesloten afdeling. Dus als u hier weg wil, dan moet u even met de verpleging vragen of u weg mag. Hoe is dat voor u om op een gesloten afdeling te zitten? Ja, ik ben een beetje gewend geraakt. Ik zat een beetje meer gesloten afdeling als open afdeling. Kijk, de psychiater moest ook naar mijn kamer kijken. En ik, dat is niet alleen hier. En dat werd mijn zoon ook toen ik getrouwd was. Bij mij moet allemaal perfect, perfect, perfect. Even kijken. Even... Oh, ja, keurig. Keurig. Ja, zo zou ik het ook wel in mijn huis willen. Ja, maar ik ben ook een uur bezig, hè? Alleen die kast. Een uur bezig om deze kast, alles weer, want ja, u haalt het niet overhoop. En dan steeds weer de stapeltjes opnieuw. En kijken en plus tellen. En tellen. Ja. En tellen. Het is altijd netjes, maar toch moet ik alles doen. Denkt u nou wel eens, waar ben ik nou toch mee bezig? Ja, maar luister, ik ben mee geboren, ik ben 60 jaar, dus... Ja, waar ben ik inderdaad bezig? Dan ben ik ook bij jullie. Precies. Dat is nou juist waarom u dit verzoek doet. Het is voor ook u... Hij merkt ook... hij probeert goed te houden, zet hij zelf strikt te houden. Hij zegt... Maar ik merk ook dat hij het moeilijk krijgt. Wat bedoelt u daarmee? Ik zie het wel eens aan hem. Speel ook in zijn kopjes, doe ik. Ik red niet meer. Je ziet geen heil meer in de vorm van therapie. Nee. Nou zijn wij bezig met het traject te verkennen of u in aanmerking komt voor euthanasie. Daarvoor hebben we een aantal gesprekken nodig. Daarvoor is het ook nodig dat u nog een keer beoordeeld wordt door een onafhankelijk arts. Die nog een keer naar u kijkt, dat hoort bij het hele traject om... richting euthanasie te gaan. Trekt u dat? Ja, maar kijk, ja, u zegt, trekt het dat? Als ik nou nee zeg, dan... ik vind niet hoe ik uit mijn leven, ik heb het liever zo. Ja, dat snap ik. Maar wij zijn ook aan de wet gebonden. Ja, ja. Dus wij moeten dat zo zorgvuldig doen. En... We weten dat het een belasting is, maar het is ook niet niks wat u vraagt. He, dus we moeten dat echt heel zorgvuldig... Mag hij erbij zijn? Dan mag hij erbij zijn. Oké. Okay. En dan heb ik nog wel een vraagje, zeg maar. Wat acht u zelf de kans in? Wij achten de kans positief. Echt waar? Nou, wij zien hoe u lijdt. En wij weten, we horen het, maar we hebben het ook natuurlijk bestudeerd... Ja, dat er alles aan gedaan is om het lijden te verminderen. Behandelingen, medicaties, opnames. Ja. Dus voor u is het nu klaar? Geen behandeling? Geen behandeling meer, nee. Nee, anders ga ik daar niet voor kiezen. Nee. Als ik gewoon goed doordenk en ik kies voor euthanasie, dat wil zeggen, is voor mij is klaar. Ik heb alles gehad. Eens wat ik nog graag wil, rust. Levenseinde Kliniek, goedemiddag me door. Dag, ik wou vragen. Stel dat ik een beroep op u wil doen. Ja. En mijn huisarts wil dat niet voor mij doen.
Hoe moet ik dan contact met de kliniek opnemen? Zoals u nu doet. Dus bellen om zeg maar aanmeldformulieren te vragen. Die kan ik dan naar u toesturen. Ja, want u kunt zich bij de levenseindekliniek aanmelden als u een actuele euthanasiewens heeft. En als uw eigen huisarts u niet wil helpen. Maar ik begrijp van u dat uw eigen huisarts wel bereid is te helpen. Nee, dat als uw eigen huisarts bereid is u te helpen, dan kan zij u helpen. Ik zit er nog steeds op te wachten. U wacht? Ja, in de hoop dat het nu eens een keertje doorgezet wordt. En dat ik gewoon genoeg heb van het leven dus. Echt genoeg. En als ik u nou vraag om nog eens aan mij uit te leggen waar nou naar uw gevoelen het leven en het lijden uit bestaat. Kunt u mij dat vertellen? Het lijden, ja. Dat is het eentonige. En ook met pijnlijke, want ik sta op. Dan zijn al die vingers stijf. Ik laat alles uit mijn handen donderen. Ja. Ik doe niks goed. Dan denk ik, waar leef ik nog voor? Ja. Mijn arm doet heel zeer van de nacht. En ik kom met moeite uit mijn bed. Ik denk nog even en dan ben ik bedlegerig. En dan wordt het helemaal een verschrikking. Ik ga op de meest ongelegen ogenblikken moet ik naar de wc toe. Ik zit de hele dag op die wc. Nou, dat is geen leven meer. Ik had me voorgesteld om, of het alsjeblieft zou kunnen, dat ik met kerst er niet meer zou zijn. Dan weet ik dat dat een moeilijk verzoek is, maar ja. Dat het over is, dat ik dit allemaal niet meer hoef mee te maken. Dat is wat u vraagt van Hans en mij. Ja. Het is gewoon over. Ja. Ik ben 100 jaar, er had niemand kunnen dromen dat ik dat zou worden. Nee. Ik heb genoeg dingen meegemaakt waardoor je zegt van, is die 100 geworden? En nu heb ik zoiets van, ik word wakker en dan denk ik, ik word weer wakker. Ik word weer wakker. Daar slaap ik niet in. Nee. Als ik zeg dat Hans en ik uw verzoek heel goed begrijpen. En dat wij zelfs ook wel denken dat wij mogelijkheden zien. Dat zou heel fijn zijn. We zetten ons ervoor in. Ja. Ja, jullie zetten je ervoor in. Ja. Ja. En, maar dat betekent dat ik met de huisarts nog contact zal opnemen? Ja, die zal er wel weer niet achter staan. Dat weet ik niet. Het is een jong mens. Ja. En vandaag is de afsluitende dag van de WK afstanden in Tielf. Dus daar gaan we straks naartoe. En wat is vandaag? Is ook een belangrijke dag. Ja, het is de laatste keer dat we samen gaan. Ja, zij wil morgen weg. En met weg bedoelt zij dat ze gewoon euthanasie wil. Want het hoeft voor haar niet meer. En nou gaat het morgen gebeuren. Dat is definitief? Dat is definitief. En dat weet uw vrouw ook? En dat weet mijn vrouw donders goed. Maar wie is? Hanny, wat gaat er morgen gebeuren? Wat? Morgen, wat is er dan? Nou, ik wil graag klaar. Wat bedoel je met graag klaar? Nou, huppakee. En wat bedoel je met huppakee? Nou, dan ga ik dus helemaal klaar. Oké. Je wilt dood? Ja. Ja? Zeker weten? Ja. Ja? Vind je dat niet erg voor mij? Hè? Vind je dat niet erg voor mij? Wat? Nou, dat je dood gaat. Ja, dat is juist. Huppakee. Kom maar even achteruit hier staan. Dus dat vertrouwt u wel? Ja hoor.
Nee, ik zit al 35 jaar naast haar in de auto. En ik moet zeggen, ik heb wel bij mensen in een auto gezeten, voelde ik mij minder prettig als bij haar niet. En ik ga ervan uit, en ze rijdt beter als iemand die te veel gezopen heeft. Is dat die kant op? Ja. Maar ze rijdt dus volledig op de automatische piloot. Ja. Waar moeten we naartoe? Ja. Hè? Hier hoor, die kant op. Die kant op? Ja. In principe zo tegenstrijdig als het pest. Je bent verdrietig nee? En ja. Tweezijdig. Hè? Ja, dit hoe. Ja. We maken er nog een feestje van, Annie. Ja. Zo. Doei. Doei. En weet je wat er met je gebeurt? Waar ga je naartoe? Ja, morgen dan gaat het. Wat denk je, waar ga je naartoe? Dan ga je naar de hemel, ga je... Ja? Geloof je daarin? En dan wordt het klaar en dan... Huppakee. Maar wat vindt u ervan dan dat gaat gebeuren morgen? Dat gebeurt niet. Ant kan er nog niet erg in geloven. Ik ben ervan overtuigd dat het niet gebeurt. Dat gebeurt het zomaar niet. Nee. Kijk, tot zij dat wil, dat kan ik me best niet bij voorstellen. Dat haar gedachten zo zijn. Maar tot het in werkelijkheid gaat gebeuren... Ja, dat is wel een beetje wettelijk geregeld, hoor. Ja. Dat wel. Het lijkt me een beslissing wat ik doe. Dikke man. Tjonge, jongen. Hey! Ik ga ook niet aan. Dag. Hoe is het met u? Goed. Ja? En wie jou? Ja. Oké. Okay. Bij mij gaat het goed. Ik ben verbaasd. Ik ben wel verbaasd dat je hier omdat schaatsen komt eigenlijk, had ik. Ik ben een schaatsliefhebber, hè? Ja? Ja. Het euthanasieverzoek had een lach. Hè? Dat lag heel duidelijk. Van als ik verder achteruit ga in mijn dementie, dan wil ik gewoon een euthanasie. En dat is heel duidelijk. Ja. Waarom durfde u het niet aan? Omdat ik niet genoeg ruggensteun had van zowel een scanarts als een neuroloog. Dat was toch niet, het proces was niet helemaal rond te krijgen, zeg maar, voor mij. En daarom kon ik het niet doen. De neuroloog was eigenlijk het er niet mee eens? Nou, die kon er geen uitspraak over doen. Er waren meerdere die geen uitspraak wilden doen. En ja, dan sta ik eigenlijk een beetje in mijn eentje. En ja, dat vond ik toch wel te eng om het dan door te laten gaan voor mezelf. Heb je het naar je zin, Harry? Ja, huppakee. Hè? Ja, ze is gefocust op het hele spul eigenlijk, dat ze daar ziet starten. Deze dame heeft mij in die 7 gesprekken duidelijk weten te maken dat zij wat betreft haar overlijdenswens door euthanasie heel goed weet wat zij wil. Ik snapte het wel. Alleen kon ik het niet goed. Ze kon het niet onder woorden brengen. Ik heb al tekeningen met haar gemaakt van. Dit is het. Wat, weet je wat dit is? Wat tekende u nou? Dat tekende ik een doodskist bijvoorbeeld. Ja, snap je wat dit is? Snap je dat jij erin ligt? Dat kon ze niet echt goed. Dan kon ze niet verwoorden wat dat dan was. Ze heeft eigenlijk nooit de term euthanasie gebruikt. Dus dat maakt het. Ja, je wilt horen, ik wil euthanasie. Ja, dat wil je horen. Of ik wil dood. Maar dat kwam eruit niet uit. Wilsbekwaamheid in dit soort gevallen gaat of je kunt oordelen over het al dan niet accepteren van een behandeling, in dit geval euthanasie. En je hoeft niet wilsbekwaam te zijn in de volle breedte van het huishouden. Het is, doet niet ter zake dat mevrouw met een vleesmes in een melkpannetje staat te roeren omdat ze denkt dat het beter is voor de chocola. Dat is niet interessant. Wat is semantische dementie? En wat kan ik verwachten van iemand die dat heeft? En als die dingen niet kan zeggen, maar begrijpt hij het dan wel? Of zegt hij het op een andere manier? En wat bedoelt diegene dan? En ja, zo proberen erachter te komen wat echt de wens van haar was. En als zij zegt, ik wil hupsakee weg, dan kunt u dat niet interpreteren als ik wil graag euthanasie? Nou, niet helemaal, nee. Niet genoeg? Niet genoeg. Toen die diagnose eind 2010 inderdaad bevestigd werd, heeft zij een wilsverklaring met een dementieclausule, waarin zij heel specifiek omschrijft van jongens, als mijn dementie zo erg wordt dat ik niet meer weet waar ik ben, dat ik een huis gekluisterd ben, dat ik niet meer kan nadenken, niet meer kan praten, mijn vriendin en mijn familie niet meer herken,
doet u mij dan maar uit aan asiel. Dat heeft deze mevrouw heel scherp omschreven. Ik heb de heilige overtuiging dat mevrouw wat haar dementie betreft, wat haar overlijdenswens betreft, heel goed weet wat zij wil. Goedemorgen. Goedemorgen. Ronald. En ik heb mijn vader en moeder mee. Oh, wat fijn. Ja. Het hele scala aan psychiatrie, en dan is het de psychiatrie ellende, zien wij. En dat zijn er veel, maar we wijzen af. En het feit dat ze hier gehoord worden, dan werkt er al iets. En heb je dit nou ook met je huisarts besproken? Ja, maar die, als ik dat zo zeg, dan word ik opgenomen. Oké. En je psychiater? Die vindt het... die praat niet meer zo vaak over mijn doodswens. En ook mensen die we dan afwijzen... Ja, dan merk je later dat ze toch op een of andere manier weer een weg hebben gevonden. Hoeveel procent wordt wel geholpen, krijgt wel euthanasie? Dat weet ik niet ongeveer. Precies, maar laat ik zeggen, wij wijzen wel zo'n 50% af. Ja. En ook van de mensen waarmee wij het traject ingaan... Hè, dan komt het ook soms niet tot euthanasie, omdat er gaandeweg toch ontwikkelingen zijn waardoor mensen net weer iets pakken van, hé, ik doe het toch maar niet. Ik ga nog eventjes mee naar de overkant. Nou ja, je weet, je ziet er voor het laatst. Dit is geen leuk leven meer. Ze heeft natuurlijk ook een paar maanden terug haar zoon verloren. Toen was het al voor haar gedaan, zou ik maar zeggen. Dikkie, kom je afscheid nemen? Niet bang zijn. Oh, ze is even... Ja, het vrouwtje is er. Vrouwtje is er, ja. Ik zeg niet enthousiast, maar het gaat wel echt door. Jij bent niet enthousiast. Nee, dat kan ook niet. Dat kan je niet over zoiets zijn, hè? Nee. Maar het is wel zo van... het is echt over. Ja. Ik ga dit hele geval niet nog eens opnieuw proberen. Nee. Nee, kijk. Nou ja, je weet het zelf wel. Wij vinden het helemaal niet leuk. Nee. Maar ik geef je wel gelijk. Hè? Ik geef je wel gelijk. Ja, toch wel, hè? Jawel. Ja. Ja. Goed, hè? Ja. Bedankt voor alle vriendelijkheid. Ja, en wij zijn blij dat we je gekend hebben. Ja. He? En als jullie nog eens kaarten, dan denk je... Ja, dat denk ik wel. Nou, ga je uit. We hebben afgesproken om 9:00 de euthanasie uit te voeren bij meneer. We hebben een plek kunnen vinden. Nou, dat is wel belangrijk. Voor meneer op het terrein, want dat waar was, hij verblijft. Want dat was nogal een probleem? Dat was nogal een probleem. Dat meneer niet op zijn eigen kamer mocht overlijden, omdat dat te belastend zou zijn voor de patiënten op die afdeling. Straks een beetje. Vier. Hou me aan, vrouw. Ja, kom uit. In één? Ja. Ja, allemaal in één. Ja, ik weet heel moeilijk. Niet alleen voor dat, maar ook. Ja, maar alles die bouwt wat erbij staat. Dat doet mij wat. En ik probeer hem in te houden, maar valt soms niet mee. Maar is er ook opluchting? Ja, straks voor mij wel. Dan heb ik rust. Ik heb toch heel goed voor gekozen hoe ik oplossen. Ik kan niet meer, het is op. Ja. Ik wil zo zeggen, alles wat op de film is, en dan hoop ik mensen die
niet beseffen wat het precies is. Dat ze weten wat mensen allemaal doormaken. En vooral als je een euthanasie kiest. Dus dat zou mij worden. Ik hoop dat echt dat je hier is. Ik hoop dat jullie goed gaat. Ja, oké. Okay. Ik hoop dat ook een klein duik op. Ja, dat komt. Vervloedje. Maar ja, maar het was het. Ja. Ik ga nu de rust vinden. Even lang, hè? Ja, wel. Kom goed. Oké. Goedenavond. Spreek ik met de schouwarts? Ja, klopt. U spreekt met Gertie Kastelen, arts van de Levenseindekliniek. En ik had al aangekondigd dat er vanavond een euthanasie zou plaatsvinden bij de heer Vervloed. Ik had het gezien, ja. En, meneer... Is ja, om 9:25 overleden. Ze zeggen wel eens, de Levenseindekliniek rekt de wet op. Maar wij blijven netjes binnen de wet. Maar het is nog allemaal zo nieuw. Wij halen eigenlijk wel nu de kastanjes uit het vuur. En ik denk, dat gaat allemaal straks soepeler. Er zijn heel veel mensen die... het er absoluut niet mee eens zijn, zeker binnen de psychiatrie. Dat ze zeggen van een psychiatrisch patiënt is nooit uitbehandeld. Of ja, dan kan ik wel mijn hele kliniek opdoeken. Daar kun je toch niet aan gaan beginnen. En dat bedoel ik ook met dat euthanasiefront. Ja, we zijn iets aan het verkennen wat nieuw is. En daarvoor moet je zelf heel scherp blijven. En moet je steeds ook weer reflecteren op jezelf van... ben ik nog wel kritisch genoeg? En ja, dat heen en weer schommelen van... ik weet niet of ik nu wel op de goede weg zit. Dat gebeurt ook binnen zo'n traject. Goedemorgen. De Levenseindekliniek in Den Haag is voor de derde keer binnen een jaar in opspraak. Volgens een toetsingscommissie was de euthanasieprocedure bij een vrouw van 47 onzorgvuldig. Bij mij te gast, Stefan Pleiter, hij is directeur van diezelfde Levenseindekliniek. Meneer Pleiter, de commotie, begrijpt u die? Ja, natuurlijk begrijp ik de commotie, want wij doen ons uiterste best... en we spannen ons met al onze 70, 80 mensen die binnen de Levenseindekliniek werken... dagelijks in om op een hele zorgvuldige en correcte manier te werken. Het is inderdaad de derde keer dat gebeurt. Dat is vervelend. Maar ik wil er wel bij zeggen dat wij als Levenseindekliniek te maken hebben met complexe euthanasievragen. En dat als ik het hoor op de radio en onzorgvuldig of in de krant lees, denk ik, oh wat jammer, dat had eigenlijk niet mogen gebeuren. En dan willen we ook altijd weten, en dat is ook heel fijn, dat we dat altijd bespreken binnen de Levenseindekliniek. Wat is hier niet goed gegaan? Waarom is dit als onzorgvuldig afgegeven? En nou, daar leren we ook weer heel veel van. En wij hebben ook wel een beetje geleerd om dat onzorgvuldig te relativeren. Ja. Hè, zeg maar, 7 van de 9 punten zijn goed gegaan... en 2 zijn er niet helemaal goed gegaan. Ja. Dus het is niet een dikke onvoldoende, maar je hebt geen 10 gekregen. Alles vandaan. Dat blijft een grote vraag, hè? Steeds weer ontdekken ze weer hele nieuwe plekken op aarde. Wie is die God? Waar de ene zegt van dat is de God waar wij in geloven. Of ze nou... islam zijn of zo, maar er zit toch altijd het woordje God achter. Hè? Op een andere manier, maar er zit altijd een God achter. Op die vragen gaat u misschien een beetje antwoord krijgen. Ja. Daar krijg ik wel een antwoord op, denk ik.
Zo. U heeft geen moment aarzeling of twijfel? Nee. Want als dat er is, dan is daar ruimte voor. Ja, dat weet ik, ja. Nee. Naarmate, nee. Je wordt niet meer beter als je 100 bent, hoor. Je krijgt er echt nog maar steeds weer dingen bij die niet lukken. Nee. Nou ja, als ik dan zo uit het leven stap, dan geeft dat toch ook wel een bepaalde rust van zo. En nu is het over. Ja. Ja. Ik ga even een paar dingen klaarmaken. Ja, natuurlijk. Ja. Nog een laatste slokje in het leven. Oké. En wij proosten nog een keer, hè? Ja, en nu krijg ik dus rust. Ja? Ja. Bent u daaraan toe? Ja. Ik zeg niet jubelend ja, maar... Ja, is die los van mij? Ja. Zo. Ik ga naar Leo. Ja, dan ga je doen. Heel lief ben ik geweest. Dit is het middeltje. Ja. Dat is om te zorgen dat u geen pijn voelt van wat er nu komen gaat. En dan nog steeds. Bent u er aan toe? Ja. Dan gaat u nu slapen. Ik wens u een goede reis. Ja. Dat is gewoon moeilijk. Nee, ik ben nog steeds. Ja, dat weet je. Ik heb het gevoel dat de zaak van mevrouw Dijkstra echt binnen de wet past. Maar ook binnen mijn eigen grenzen van de relatie en de inhoud. Dus ik kan mij heel goed voorstellen dat in de situatie van mevrouw Dijkstra dat verzoek er is. Dat vind ik dus heel invoelbaar. En daarom zegt mijn gevoel niet nee, maar ja. En misschien het gevoel van de huisarts precies andersom. Beslis ik... Kijk, als een patiënt niks vraagt, ik ga niet bij de deur langs om te vragen van... God, nog zin in een euthanasietje? Zo is het niet. Patiënten komen bij ons. En ik weet niet helemaal of het een correcte vergelijking is... maar voordat je die vraag stelt aan de dokter... want zo is het in Nederland geregeld, van maak mij alsjeblieft dood. Ik vind die ook een beetje te vergelijken met de vluchteling die... zijn land verlaat, dat doe je ook niet zomaar. Als iemand de vraag stelt, maak mij alsjeblieft dood, want... er is naar zijn of haar idee sprake van ondraaglijk en uitzichtloos lijden... ja, dan vind ik dat wel een vraag die een antwoord verdient. Dat is een hulpvraag. En ja, dokters verlenen toch hulp. Dus koffie en koekjes, wat je wil, is allemaal goed. Wil je nog koffie drinken? Nou, dat ligt er maar net aan, dat weet ik niet. Of wil je weg? Mag best nog een kopje koffie drinken, hoor. Mm-hmm. Je moeder en je zus. Ja, ik kan ook best wel huppakee klaar zijn. Ja. Wat u wil. Ja. Het gaat om u. Ik wil wel huppakee klaar. Nu. Ja? Ja. Genoeg geweest? Gaan we doen. Wat u betreft, wat jullie betreft, ja. Akkoord? Ja. Jullie hebben nog een goede ochtend gehad? Prima. Ja. Ja. Gaan we daar doen? Nee, ik bedoel het hier dan. Ja, gewoon lekker op de stoel. Lekker daar blijven zitten. Ja. Wat, hier? Ja. Nee, dat heeft geen zin. Ja. Jawel. Waar wil jij daar naartoe? Nou, daar nog eens. Waar nog eens? Op dat ding. Welk ding? Daar op de dinges. De tafel. De tafel? Nee, jongen, lekker in de stoel zitten. Gewoon lekker, ja.
Doei. Ja. Ga maar lekker weg. Ja. Doei. Hey. Nou, mevrouw gaat in slaap vallen. Goeie reis. Ja, het is verschrikkelijk. Ja. Goeie reis. Het is zo over. Het is echt verschrikkelijk. Is het verschrikkelijk? Ja. Zo over. Het is zo over, meisje. Ja. Het is zo, eventjes nog. Ja. Even dapper wezen. Je bent al zo'n tijd dapper. Mooi gaan. Ik weet het niet. Het is goed. Ik weet het niet. Het is echt. Hè? Het is goed weggegaan. Prachtig. Goedemiddag, Ferber, Leven Zijn de Kliniek. Ik heb net een euthanasie uitgevoerd in Heerenveen. Helemaal goed, dankjewel. Ik wacht je op. Merci. Het is een onderdeel van de uitvoering conform de wet. Dat je dus dat de GGD-arts komt en kijkt of het allemaal netjes volgens de procedure en de protocollen verlopen is. Ging het volgens u netjes? Ja, was mooi. Ging mooi vlot. Niet onaangenaam om te zien, geen gesnurk of dat soort dingen. En ja, huppakee weg, hè, om in mevrouw Dreigen woorden te spreken, ging mooi. Maar het blijft toch altijd heftige momenten even. Ja. Ja. Nee, ging mooi. Ja. Even een moment voor mezelf. Dat was een oud gebruik.